Dus we zijn heel erg benieuwd of jullie enig idee hebben waar het mee te maken heeft. Waar er... En mensen weten natuurlijk niet wat wel en niet giftig is voor paarden en wat ze wel en niet mogen hebben. Dus er wordt van alles in die beesten geschoven. Goedemorgen! Het is vandaag Koningsdag. Gefeliciteerd! Ja, het is iets van 11 uur of zo. Nee. Half 12. We hebben dus allemaal dingen gedaan die wij niet hebben, die wij wel hebben gefilmd trouwens. We hebben les gehad, hebben we niet gefilmd. We hebben nog iets anders gedaan voor de video van zondag. Zondag komt de grote onthulling. Ja, en een paar van jullie waren al druk met raden. Dus we zijn heel erg benieuwd of jullie enig idee hebben waar het mee te maken heeft. Waren er nog niet zo heel veel warm? Nee. Dus ga vooral door in de comments met raden. En anders, kijk zondag. Ja. Wij hebben dus vanochtend al gereden. En we gaan vanmiddag nog even dingetjes op stal doen. Want stallen moeten nog leeg. En toch? We moeten nog een beetje opruimen en vetten en poetsen. En ja. En yellow. Ja. Dus we nemen jullie mee vandaag. Wat gebeurt er met je oogbol? Steek er een graspriet in? Ja, maak je al. Nou. Hoi, we zijn buiten. Dat kunnen jullie misschien zien aan het licht. Het licht. En de omgeving. Aan het feit dat we buiten zijn. Ja. Iris is creatief bezig geweest. Want de vader van Iris. De vader van Iris. Jij zei dat jij weer bezig was geweest. Jij liegt weer. We zijn onderweg naar de stallen. Naar het hek bij de stallen. Want, wil je het vertellen? Ja. Ja, dit. Koter. Ja, we hebben dus een klein probleem. James! James, jij bent het probleem. Vertel maar wat je probleem is. James Moebit. Nou, het probleem dat we dus hebben. We hebben hier langs de weiland. Hebben we dus helemaal een sloot lopen. Maar behalve het puntje bij de hoek. En daar komt een fietspadkruising samen. En er zijn er dus heel veel mensen die nu lekker gezellig met hun kinderen gaan fietsen en weet ik veel wat. En we hebben natuurlijk hele lieve paarden, fans en nou, er komt hier van alles voorbij. Ja, het is omdat het mooi weer is. Ja, het is wel logisch en het is mooi weer. Maar mensen die nemen dus allemaal dingen mee en die gaan ze hier de hele dag doorvoeren aan de paarden. En dat is sinds vorige week of de week daarvoor eigenlijk echt gaande. En ze gaan dingen plukken uit de bermen en ze stoppen fietstassen vol met dingen die ze onderweg geplukt hebben. En mensen weten natuurlijk niet wat wel en niet giftig is voor paarden en wat ze wel en niet mogen hebben. Dus er wordt van alles in die beesten geschoven. En ik ben daar gewoon niet zo blij mee. Nee, je ik kunt het zelf ook niet zien en het hoort gewoon niet. Nee, ik vind het ook gewoon niet netjes inderdaad. Ik vind het leuk dat die paarden zo lief zijn en bij iedereen even komen kijken. Maar dit kan niet de bedoeling zijn. Dus we gaan even bordjes ophangen met niet voeren. En de stroom gaat op. Ja, ik vind het heel vervelend. Ik vind het leuk dat mensen gewoon dat als leuk uitje zien. En paarden zijn lief, snap ik. Ja, en ik snap ook als je niet in die paardenwereld leeft, dat je geen idee hebt van dat eigenlijk, ja, dat het gewoon schadelijk kan zijn. Ja, maar ze kunnen inderdaad, er groeit hier in de buurt ook best wel als Jacobs kruiskruid. Dus je kunt ze ook heel gemakkelijk vergiftigen. Ja, en daarvoor doe ik niet al mijn best om die paarden gezond te houden. Dus gewoon stoppen met voeren. Stoppen met voeren is het plan. En degene die dat alsnog doet, krijgt een stroomschok. Staat hier helemaal niks. Auw. Wat mooi, we kunnen het ook goed zien nu. Iris is daar, die gaat uitmesten. Ik ben hier. Ik ga dit zadel poetsen en laarzen en nog meer. En de foto's van Julia zijn binnen en ze zijn echt super cute geworden. Ik zal hier even een paar foto's in beeld doen. Zo, ik heb beide zadels gedaan. Nu nog laarzen en singles. En Iris is hier. Alle stallen helemaal leeg aan het scheppen. Alle palassen eruit. Ja. En je bent helemaal klaar nu bijna? Ja, de Shetty-stal nog. Die stallen heb ik alweer. Dat echt schone vlas wat nog over was, heb ik er weer ingelegd. Want vlas is natuurlijk niet zoveel meer beschikbaar, dus ik alles wat schoon is, mag ik terug te stallen. Nieuwe balen staan klaar. Ja, nou, zoals je hier ziet, de Shetties hebben lekker veel gepiest. Nee, die hebben er best wel een beetje een bende van.
Chat is ook een beetje een bende van gemaakt deze week. Want die hadden hooitjes die net niet helemaal lekker waren en zo. Dat hebben ze helemaal doorheen gepandeld. Dus die gaat wel helemaal leeg nu. En dan gaan er nieuwe flassen in. En dan gaat er een beetje hooi in. En ze goed. Spelen nu aan die kant. Ja, ze zijn lekker in de andere waai. Tada! Koningsdag vandaag. En ik ga even verder en dan gaan we naar ons volgende onderdeel van vandaag. Ja. Doei! Doei! Wauw! Wauw! Oeh, wauw! Ja. Hoi, een beetje donker. Hoi, wij zijn bij Stan & Yellow. Iris die staat hier binnen. Oh, wat doen jullie? Wat doen jullie met z'n allen raar? Iedereen binnengesloten, buitengesloten, opgesloten, tussengesloten. En daar is Yellow. En we gaan ze gewoon even voeren. Oh ja, ik ga eventjes een borstel zoeken. En we gaan Yellow weer even een zadeltje opdoen. En even een touwtje zoeken. Ja. Nee, ik dacht hier, want je hoeft niet echt veel, nee. Toch? Had eigenlijk alleen even als ze braaf hangt, een 3 stappen verzet. Ja. We gaan toch niet lanceren nou met jou erop. Nee, dat lijkt me. Goed zo. Knappe meid ben jij. Wil je er een krukje bij? Yellow is weer in de vrije natuur. Ja, jij was heel braaf. Ja. Ja. Ik zag een eikel zijn. Een eikel. Oké. Hoi, we zijn weer terug bij Iris thuis. Van Stan en Yellow. Vertel, wat hebben we gedaan en bedoel. We gingen hangen op Yellow. Nou ja, ik ging hangen en Iris ging mij in veiligheid brengen. Gewoon ja, echt heel woest was die. Dit is gewoon makkelijk even ter afwisseling van het lanceren. Dat je niet de hele tijd zelf aan het doen bent.
En dat ze een klein beetje went aan het gewicht op de rug. Want je zag al in de eerste pasjes dat ze echt dacht, hè. Oh jee, balans. Ze bleef heel braaf, maar ze snapte even niet waar de benen heen moesten. Dus dat zijn wel goede oefeningen om even tussendoor te doen. Helemaal opzitten, dat komt binnenkort wel een keer. Maar voor nu eerst eventjes het gewicht, kleine dingetjes. Ja. We hebben alle tijd, dus het hoeft allemaal niet vandaag. Ja, en we willen even zeker weten dat we het lanceren helemaal onder de knie hebben voordat ik erop ga. En dan binnenkort lanceren met zadel. En ja, dan... dat moeten we ook nog doen, dus dat komt allemaal nog wel. Maar het biedt goede hoop dit, toch? Eventjes ja, het gewicht ik vond haar vindt heel, ze goed en ze was niet echt onder de indruk. En je kunt overal tegenaan klapperen en geluiden maken en onder bommen afgaan en toen nog heeft ze gewoon stom staan kijken. Ja, ze pakt het ook heel snel op dat ze door heeft van oh. 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 Dus dat. En dan zien we jullie zondag bij onze hele speciale bekendmaking, onthulling. En we hebben daar echt heel veel zin in om het met jullie te delen. Ja, dus, superleuk nieuws is dat. En we waren hier net een beetje bezig met opruimen. Althans, ik heb stallen leeg geschept natuurlijk, maar Sanne was hier net bezig met de zadels en zo. En we krijgen binnenkort een nieuwe kast en we zijn een beetje aan het opruimen. Dus laat even weten in de comments als jullie het leuk vinden als wij spullen die we niet meer zoveel gebruiken of niet meer gebruiken, die wel nog in hele goede staat zijn, te koop aan te bieden in een video. Ja. En laat ook eventjes weten als dat zo is wat je dan graag zou willen. Dan gaan we opzoeken, opruimen. Of we dat hebben. Ja. En dan, ja, want dan kunnen we daar ook nog een video over maken. Maar alleen als jullie belangstelling hebben bij onze spullen. Ja, dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot zondag. En vergeet niet te liken en te abonneren. Doei!